Inspirerend opdrachtgeverschap. Dat is waar het bij de tweejaarlijkse Rijksprijs, de Gouden Piramide, om gaat. Welke opdrachtgever weet op de meest creatieve, deskundige en bezielende wijze vorm te geven aan een bouw- of landschapsproject in Nederland? Elke editie zijn er 5 nominaties die allemaal beoordeeld worden door een vakjury. In deze aflevering gaan we langs bij het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dit monument ligt aan de Weesperstraat in Amsterdam, midden in het voormalige Joodse kwartier. Op deze locatie stonden tot in de jaren 60 80 huizen van waaruit in de oorlog 240 mensen zijn gedeporteerd. Er was in Nederland niks, hè? Ruim 102.000 mensen per mond. En er was geen gedachtenis over kleine monumentjes. Dit is een monument dat al die mensen die vervolgd en vermoord zijn weer terugbrengt. Een naam geeft, hè? Een naam, een soort grafsteen geeft. Het is een plek waar mensen kunnen herdenken. Maar het is ook een plek om te laten zien waar discriminatie, antisemitisme toe kan leiden. Door dit dus. Het moet ook een waarschuwing zijn voor de toekomst. We hadden Daniel Libeskind uitgenodigd om de Nooit meer oudjeslezing te geven. Elk jaar doen we dat. En omdat hij werd genoemd architect van het herdenken. Ik vertelde hem van wat ik van plan was om te doen. En hij zei, zoiets zou ik wel willen maken. Nou, mijn gevleugelde woorden waren, ja, prachtig Daniel, maar voor jou hebben wij geen geld. Hij zei, daar praten we nou niet over, dat komt nog wel. Maar ik wil het heel graag doen en zo is het begonnen. In 2019 ben ik naar Nederland gekomen met de start van de bouw. En heb ik hier ook namens Libeskind de bouw begeleid. Het concept van Daniel Libeskind was om de boodschap van het herdenken uit te drukken. Het Hebreeuwse karakter is bij uitstek uniek daarin, want je kunt een heel woord in 4 karakters zeggen. Je zegt dus lezegger, wat betekent in memoriam. En dus hebben we de bakstenen muren als contouren van die karakters kunnen plaatsen. Het eerste idee om het monument in het Wertheimpark te bouwen stuitte op veel protest. Buurtbewoners vonden het park te klein en vreesden dat het Nooit meer Auschwitz-monument van Jan Wolkers overschaduwd zou worden. Ook op de nieuwe locatie aan de Weesperstraat bleven omwonenden zich verzetten, tot aan de Raad van State toe. Uiteindelijk heeft het 15 jaar geduurd voordat het monument geopend kon worden. Dus we hadden de strijd tussen wel een monument en geen monument. Ik kon verklaren en aangeven waarom wij een monument wouden hebben. Wat voor waarde dat monument had. Dat je ergens op een gracht woont en als je hier naartoe kijkt, je ziet zo'n stukje spiegel. Dat niet opweegt tegen het vele verdriet wat achter het monument zit. Dus ik hoefde helemaal niet van het uitgangspunt af te wijken. Dit was het. In architectuur kom je altijd obstakels tegen en je moet daar flexibel in zijn. Je moet daar realistisch in zijn, maar je moet vooral niet de moed opgeven. Wij hadden vertrouwen in Jacques dat het monument er ging komen. En Jacques had vertrouwen in ons en dat heeft op iedereen doorgewerkt. Het heeft wel geresulteerd in een lange aanlooptijd. Ik denk dat we wel 1,5-2 jaar hebben uitgesteld. En dat wij als Auschwitz-comité uit de pot waar we dit van moesten bouwen ruim 350.000 euro advocaatkosten hebben moeten betalen. Maar goed, we hadden genoeg mensen die door zijn gaan met adopteren. Je kon adopteren zo'n steen voor 50 euro. Dus dat vulde op. En dan had je gemeentes die betaalden en je had instellingen die betaalden. Maar het gaf toch wel spanning. Wat Libeskind gekozen heeft voor die stenen. Dat was een eye-opener voor ons. En helemaal omdat hij zei, die stenen passen in de omgeving helemaal. Zo zijn hier de grachten ook met straat. En dus in dat opzicht werd het alleen maar gesterkt. Dankzij het labyrinthisch ontwerp en de wat verdiepte ligging aan de Weesperstraat is een verstilde plek in de stad ontstaan. De letters van de boodschap van het herdenken die zijn losgehouden van de namenmuren. En dat is eigenlijk dus om de breuk in het verleden te visualiseren. Je ziet ook, het stadsleven gaat lekker door. De plek is onderdeel ervan. Het staat midden in het leven en dat is heel belangrijk, denk ik.
De bestrating van gemalen natuursteen ondersteunt de sfeer die stemt tot overdenking. Net als de 8 doodsbeenderenbomen. Hier is elke persoon ook een persoon met zijn eigen steentje. Hij deelt niks. Dit is de steen en dat is zo belangrijk. Vooral de metselaars die bezig waren, kon je zien wat een impact het had op hun elke dag. Die rijen namen, die namen in hun handen. En ook namen van kinderen. Wat je zag, 3 maanden, 7 jaar, waren metselaars die hadden kinderen van die leeftijd. En die werden eens geconfronteerd daarmee. Voor heel veel mensen, als je zegt 102.000, wat is nou 102.000? Dit is 102.000. Hier zie je het. Al die tegenslag die Jacques heeft ondervonden, had hij ook kunnen zeggen van, ja jongens, bekijk het maar. Dan hadden we dit nooit gehad. Dat is voor mij heel inspirerend. Het feit dat je ergens voor gaat en niet alleen maar naar de nummertjes kijkt, maar het grote idee in ogenschouw blijft houden en daarvoor gaan. De professionaliteit waarmee het Auschwitz-comité te werk gaat, verhult soms dat het slechts bestaat uit een aantal gedreven vrijwilligers die zichzelf de opgave hebben gesteld om tot het uiterste te gaan om die opdracht te vervullen. De jury is onder de indruk van deze gedrevenheid, de intensiteit van de boodschap en ook de wijze waarop een prachtig ontwerp voor herdenking, voor bezinning en voor educatie mogelijk is gemaakt.